Het was dit weekend tijd voor Expeditie Aquarius, de laatste spelletjesmiddag voor de zomervakantie. Het leek een zorgeloze middag, maar zo zorgeloos als het leek, is het op dit moment niet met Aquarius gesteld. De scoutingclub is namelijk zelf ook op expeditie. Op zoek naar geld voor de bouw van een nieuw clubhuis, want dat is hoog nodig, vinden ze. Ja, ons clubhuis is, laat ik maar zeggen, zo lek als een mandje. En daarnaast is hij ook kapot aan het gaan. De scouting kwam zelf met een plan. En hoewel het college akkoord ging, werd het plan afgekeurd door de gemeenteraad. Ze hebben offertes opgevraagd en daar kwam een bedrag uit van zo'n 4 ton. En zij zouden dan zelf 30.000 euro op tafel leggen. Maar de gemeenteraad die vond dat eigenlijk een te hoog bedrag. Dus die vindt eigenlijk dat zij zelf meer geld zouden moeten bijdragen. En die denken aan zo'n 75.000 euro. Wij kunnen geen 75.000 euro bij elkaar harken. Dat lukt ons nooit. En wij zijn een club waar voornamelijk kindertjes lid van zijn. En de meesten zijn ver onder de 18 jaar. Dus die hebben helemaal zelf geen beschikking over geld of over middelen. Of je kan een kind van 12 een hamer geven, maar dan komt er geen clubhuis. En waarom was het college in eerste instantie wel voorstander van het plan? Nou, wij zagen de noodzaak in van dat we niet meer wilden dat die kinderen nog langer in dit gebouw zouden moeten vertoeven. En zij hebben natuurlijk ook geen inkomsten uit een kantine of iets van die aard. Dus ja, wij hebben gedacht als college van dit initiatief, dat ondersteunen we. Dus wij willen hen graag in een nieuw gebouw zetten. Het is 4 ton niet heel veel geld voor een vereniging met 65 leden? Nou ja, wij vinden van niet. Als je het op het bekijkt wat wij opbrengen, en daar wordt veel te weinig naar gekeken. Maar wij zorgen wel ook voor een heleboel kindertjes waar het niet zo goed mee gaat. Een kleine club of niet, de scouting is van groot belang. Dat zeggen de begeleiders en de kinderen zelf. Maar om ervoor te zorgen dat ze aankomende winter niet in een tochtend en lekkend clubhuis zitten, zal er toch echt wat moeten gebeuren. Kijk, je kunt wel gaan zitten en zeggen van tja, hoe krijg ik dat geld bij elkaar? Maar er zijn ook heel veel inventieve mensen die heel veel ideeën hebben. En die gaan iets doen, die zetten acties op poten. Dus het eerste wat zij moeten doen, dat is hun goede wil laten zien. Men moet niet dingen eisen die je niet kunt waarmaken. En dit kunnen wij dus niet waarmaken. Nee. En je dus dan, kunt wel zeggen, dat gaan wij toch doen. Dat gaan wij niet doen. Het eerst werd er zelfs gesproken over een ton. Nou, dat gaan wij nooit, dat gaan wij niet redden. Dat kunnen dus wij niet. Maar wat gaat er dan gebeuren? We zijn van plan om een goedkope clubhuis te ontwerpen. Dat is één idee. En we zijn van plan om hier en daar een visite af te leggen bij grote bedrijven. Om te kijken of zij bereid zijn om ons daarin te steunen. En dat is wat we dan gaan doen. Expeditie Clubhuis. Ja, nou dat is het. Maar goed, voorlopig zijn we wel erg bang dat het nog wel een hele tijd gaat duren voordat er een voldoende geld is om een clubhuis te bouwen. En wat doe je dan in de tussentijd? Het wordt straks ook weer winter. Zitten ja, dan, nou, dan zitten we dus in een clubhuis wat niet meer voldoet, maar dat is dan. Maar daar zitten we al een aantal jaren mee. Ja. En het wordt steeds beroerder, zal ik maar zeggen.